Wat voor soort isolatie heb ik op dit moment in de woning? Of heb ik het misschien helemaal niet? En zou ik dat niet nog kunnen verbeteren? Want energie die we in het huis weten vast te houden, ja, is uiteindelijk energie die we niet nodig hebben. En energie die we niet nodig hebben, ja, die hoeven we ook niet te verduurzamen. Dus dat is natuurlijk de beste winst. De gemeente Hollands Kroon moet voor 2050 overgestapt zijn naar aardgasvrije verwarming. En om die ontwikkeling in gang te brengen, heeft de gemeente in Hippolytushoef de groene warmtecampagne gelanceerd. Nou, daar zijn we vandaag mee begonnen om mensen op sleeptouw te nemen. Aan de hand van een energiescan in beeld te brengen hoe ze hun huis goed kunnen isoleren. Waardoor ze makkelijker de stap kunnen maken naar een gasvrije woning. De campagne bestaat in totaal uit 3 verschillende onderdelen. De energiebespaarkrant, het duurzaam bouwloket en een gratis bespaaradvies voor 2000 inwoners. Duurzaam bouwloket staat hier vandaag in Hippolytushoef en we zullen nog op verschillende andere plekken komen te staan. Om bewoners te informeren over de verschillende duurzaamheidsmaatregelen die je in en om huis zou kunnen nemen. Ja, we hebben een krantje ontwikkeld en die zal op 25.000 adressen bezorgd worden. En in dat krantje staan allemaal leuke tips en tricks voor wat betreft duurzaamheid. Op duurzaam.hollandskroon.nl kun je je bijvoorbeeld aanmelden voor een energiescan. De komende tijd worden er 2000 energiescans gratis weggegeven. Dus daarvoor kun je je dus vrijblijvend aanmelden. Iedereen kan zich dus aanmelden voor een warmtescan. Maar hoe ziet zo'n advies er nou eigenlijk uit? Hier in Hollands Kroon doen we 2 soorten adviesgesprekken. Namelijk 1 voor huurwoningen en 1 voor koopwoningen. En voor de koopwoningen, dat zijn eigenlijk iets uitgebreidere adviezen. We hebben een gesprek met een bewoner of die zelf al ideeën heeft hoe de woning te verduurzamen. Dat we daarna gaan we de woning opmeten en daarna gaan we bespreken wat er eventueel mogelijk is in die woning. En graag in samenspraak ook met zo'n eigenaar. Want vaak kun je wel verduurzamen met hele grote investeringen. Maar als een eigenaar daar helemaal geen trek in heeft, dan heeft het weinig zin om dat te adviseren. Het is een flinke operatie en daarom heeft de gemeente goed onderzocht waar de verduurzaming moet beginnen. Nou, de stap is dat wij nu de visie in de gemeente hebben vastgesteld. Weten we ook wat de volgorde ongeveer zal worden van de wijken en dorpen die we als eerste aanpakken en de huizen die we als laatste aanpakken. Nou, de hoogste prioriteit ligt bij de quick wins op dit moment. Dus waar kunnen we het snelste het beste resultaat bereiken? En naarmate dan de tijd vordert, krijgen we meer inzicht in techniek, krijgen we een groter aanbod van techniek en dan kan je langzaam gaan toewerken naar de meer complexe oplossingen.